Oké, ik ben hier in de Vodafone Ziggo Store. Hoeveel van die winkels zijn er, Imran? Je bent de manager hier van de store. Klopt inderdaad. Nou, dat is de enige Vodafone en Ziggo winkel waarin beide werken echt naar voren komen, 50-50. Daarnaast hebben we nog 170 Vodafone winkels en 4 andere Ziggo winkels. Ja, en langzamerhand gaan dat allemaal. Dus jullie zijn een beetje het voorbeeld van de gemengde branding. Klopt inderdaad, ja. Klopt. Ben jij een Ziggo man of een Vodafone man? Oorspronkelijk een Vodafone man. Nu, ja. Hoe voel je dat om dat bloed met elkaar te vermengen in een retail floor? Nou, hartstikke mooi, want ik denk dat Vodafone en Ziggo heel goed bij elkaar passen. Ze willen beide gewoon centraal staan bij de klanten. En door juist het vaste gedeelte en het mobiele gedeelte samen te brengen, denk ik dat we een goed aanbod hebben voor het huishouden. En dat misten we hiervoor wel. Ja, want ja, nou ja, Vodafone die deed ook tv, maar die deed dan weer zelf. Maar nu heb je een complete aanbod. Precies, ik denk dat we beide premium providers zijn. En die ook meer willen betekenen dan enkel internet en mobiel brengen. En vandaar dat beide merken goed bij elkaar komen. Nou, het aardige is dat die hele integratie van Vodafone en Ziggo, die komt hier bij elkaar. Klopt, ja. Met allemaal mensen die van verschillende kanten zich ermee wilden bemoeien. Ja. Hoe moeilijk was dat? Nou, helemaal niet moeilijk. Juist heel fijn dat meerdere mensen daarmee wilden bemoeien. Want dat maakt het ook makkelijker om te weten met wat zijn de beweegredenen van diverse collega's. Wat zijn de beweegredenen vanuit het Vodafone gedeelte en het Ziggo gedeelte. En dat is juist fijn geweest. Ja, het was niet de ene oranje en de andere groen en de andere dit. En dat waren er niet meningsverschillen. Kom op, hé. Als je iets nieuws doet, dan moet het toch gewoon ook... Dan moet het ook anders. Tuurlijk. En dat is ook goed dat ze hun eigen inbreng daarin hebben. Want iedereen heeft zijn eigen ervaringen natuurlijk. En dat is juist samengaan. Dus dat is, vind ik wel heel fijn. En ik denk dat het goed is dat we discussiëren. Op het moment dat we alles ja knikken, ja, dan kunnen we niet de klanten op de juiste manier. Bloed aan de paal, flinke discussies. Hey, ja. Waarom kun je nu mensen overtuigen van, joh, je moet gewoon Vodafone en Ziggo nemen? Ja. Nou, kijk naar deze winkel, kijk hoe vol die staat. Allemaal lachende collega's of externe collega's. Ja, nee, maar ik wil nu even voor de consument weten, waarom moet ik nou Vodafone en Ziggo samen nemen als product? Omdat de mensen die er werken, erachter staan. Wij zijn trots op onze provider. Dat is Vodafone en Ziggo. We voelen ons ambassadeur daarvan. En vandaar dat we dat graag aan de familie brengen of aan vrienden. Ja, maar je hebt daarnaast nog gewoon leuke argumenten. Want als jij Vodafone en Ziggo samen neemt, dan wat krijg je dan allemaal? Nou, dan krijg je 5 euro korting op redabonnementen. Dan krijg je een gratis tv-pakket. Waaronder een gratis tv-pakket. Waaronder Ziggo Sport Totaal. Dus Max Verstappen. Dan krijg je dubbele data op alle abonnementen. En ik krijg een antivirusprogramma voor 20 apparaten. Dus dat jullie hebben hele leuke premium series. Hè? Ja. Een beetje HBO-achtige spul. Dat schijnt echt top of the bill te zijn. Zeker inderdaad. We zijn de enige die HBO hier aanbiedt. Dus Game of Thrones kijken, dat kan bij ons inderdaad. Ja. Dus hoe moeilijk is het om mensen hier te overtuigen van, joh, hey, wat je nu hebt, allemaal combineren, is nu met elkaar samenvoegen? Eigenlijk niet, omdat de organisatie zoveel brengt met extra mogelijkheden. Zijn we niet enkel aan het praten over internet en mobiel. We hebben het met name over belevingen waar we ook over praten. Ja. Dankjewel. Ja. Succes. Dankjewel.